Ik wil echt alle mensen in Nederland zeggen van... we zijn allemaal dezelfde mensen van 52, 50 of 40. Ga naar school. Die stap is enorm groot, maar probeer het toch. Want we zijn allemaal mensen van gelijke waarde. Er is een ziekte, een aandoening. Nee, laat ik het een handicap noemen. Waar mensen aan lijden en waar niets aan te doen is. Die aandoening heet amusie. De mensen die daardoor worden getroffen... Nee, mee worden geboren, hebben geen enkel gevoel voor muziek. Helemaal niets. Ze raken van zo'n wijsje als dit, koud nog warm. Ze kunnen zelfs geen twee tonen, twee noten, achter elkaar onthouden. Dit melodietje bijvoorbeeld zegt ze helemaal niets. Zelfs de eerste mate van het Wilhelmus kunnen ze niet naneurien. Als je daarom vraagt, antwoorden ze toonloos, la 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 la. La 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 la. Nooit van gehoord, al wordt het 1000 keer voor ze gespeeld. Geen gevoel voor melodieën, het aanvoelen of herinneren van muziek is voor 100% afwezig. Is dat erg? Nee, waarschijnlijk niet, want die paar mensen weten niet wat ze missen en hebben dus ook geen verlangen naar muziek. Maar ze missen wel een stuk communicatie, gezelligheid, trots, verdriet, vrolijkheid of saamhorigheid om samen iets te delen. Er is nog zo'n eigenaardige communicatiehandicap en daar hebben velen wel last van. Ze hebben enorme problemen met het geschreven woord, lezen en schrijven. Dat kunnen ze maar een klein beetje of soms niet. En dat is wel van grote invloed op je leven. Er is één verschil met die amusie. Hier kun je wel wat aan doen. Je kunt het zelfs op latere leeftijd nog leren. En op een heel leuke, succesvolle manier. Zelfs al ben je alle geloof erin al verloren... zodat je je in stilte alleen nog maar schaamt. Veronderstel nu dat er alleen buitenlandse kranten bestaan. Als je geen Spaans spreekt, kun je die ook niet lezen. En ook niet in het Spaans schrijven natuurlijk. Of Engels, of Duits, of Arabisch. Maar het kan nog erger. Velen die wel Nederlands spreken, kunnen toch niet in het Nederlands schrijven. En dus ook geen Nederlandse krant lezen. Sommigen geen zin, anderen geen woord en een enkeling geen letter. Dat alles heet laaggeletterdheid. Je kunt het aan de buitenkant van mensen niet zien of ze goed kunnen lezen of schrijven. Want ze durven er meestal niet over te praten. Je schaamt je ervoor. Je verstopt je. Je liegt er soms ook om. Bijvoorbeeld als je gevraagd wordt iets te lezen of een formulier in te vullen. Je verzint dan dat je je bril bent vergeten. Het is de bekendste smoes. De bekendste smoes is de bril vergeten. En op werk tegen mijn collega's zeggen van schrijf jij dat even voor me op. Maar ik moet iemand anders doen. Wat waren de bekendste smoes? Zo gebeurt dat. Niet kunnen lezen of schrijven. Het is heel vervelend en ernstig, want we hebben allemaal te maken met brieven, met formulieren, bankzaken en noem maar op. Ook mensen met lees- en schrijfproblemen. Er is niet aan te ontkomen. Gelukkig is er nu wat aan te doen, zodat die schaamte in elk geval voorbij is. Dat je probleemloos die letters wel kunt begrijpen en neerpennen. Ja, zelfs dat je e-mails kunt versturen en ontvangen op je eigen computer. Want laag- en minder geletterden kunnen tegenwoordig lezen en schrijven. Er is een oplossing. Een organisatie die daarbij helpt is het ROC van Twente. Dit orgaan werkt voor maar liefst 14 gemeenten en verstaat de kunst mannen en vrouwen die problemen hebben met lezen en schrijven van dat ongemak af te helpen. En het zo te doen dat het nog hartstikke leuk is ook. Dat je als laaggeletterde, om dat moeilijke woord nog maar eens te gebruiken, eindelijk alles kunt begrijpen wat anderen voor je hebben opgeschreven. En even belangrijk is dat je dat ook zelf kunt. Ook al lijkt dat met je taalmoeilijkheden van nu bijna niet mogelijk. 09, ja. En dan enter. Nee, dat jaar hoeft er niet bij. Oké. Kijk, dan komt hij al. Nou, kijken wat jij daar... Ga maar even wat doen, hier de krant... Ja, als ze één keer hier binnen zijn, dan is het eigenlijk zo dat
ja, dat zie je toch al. Nou, sommigen zitten hier 4 jaar, sommigen 5 jaar. Dat ze gewoon echt gewoon heel enthousiast zijn. En dat ook de groep een groep wordt. En dat ze hier ook met hun ja, zaken komen, zoals bankzaken of andere dingen waar ze tegenaan lopen in hun dagelijkse leven. En wat is het nut? Het nut is dat ja, eigenlijk de mensen de basisvaardigheden leren ja, voor hun leefomgeving, voor hun werkomstandigheden of voor een opleiding die ze daarna willen gaan volgen. En toch kan het dat de schaamte ineens verandert in trots, dat de leugens en de stress voorbij zijn. Henk Hendricks is zo iemand voor wie de wereld en zijn slechte gezondheid volkomen veranderd zijn nu hij kan lezen en schrijven. Hij is zelfs van zijn rugklachten af. Minder rugklachten? Oh, stress. Wat heeft dat nou te maken met lezen? Ja, nou, nog even vertellen, maar dat stond niet op de spieren en ik had stress. Stress. Ik kreeg er enorm veel stress van. Hoor. Waarvan? Ik moest op een gegeven moment op werk tekening lezen en ik kon toen nog niet lezen en schrijven. En ik heb daar echt stress van? Ja. En met rugklachten erbij? Rugklachten, monsieur, alles erbij. Ja. En nu? Nu nou, top fit hoor. Ik ben hartstikke blij. Elke dag opstaan, ben ik blij dat ik het heb gedaan hoor. Ja, ik kwam van Bodegraven naar Almelo te wonen, omdat mijn man hier zijn werk kreeg. En toen kon ik geen straat lezen. Ik kon geen ene straat lezen. Straatnamen niet? Straatnamen niet. Dat is een groot probleem. Ja, dat is een heel groot probleem. En ja, je bent toch altijd angstig. Je hele leven ben je angstig dat je... Ja, omdat je niet lezen en schrijven kan, dat er ja, dat je man iets overkomt of zo. Ja, of, omdat je niet kunt helpen. Omdat, ja, die helpt me altijd, maar je hebt altijd angst. Als je man dat overkomt, kan je zelf niks. Maar luister, u zegt, ik kon geen straatnamen lezen, maar als u die niet kon lezen, dan kon u nog veel meer niet lezen. Nee, ik kon niets lezen, geen boek. Of, ik ben echt met kam en bal ben ik begonnen. En kunt u kam schrijven? Kam, ja. Kam, doe het eens. Kam? Kam, kam. Ja, kam. Van een kammetje in uw haar, weet u wel. Kam. Geweldig. Mooi, hè? Dus die keuze is niet voor niks geweest, nee. Goed. Mijn man had een keer een feestje van de zaak. En toen kreeg ik een briefje in mijn handen over vossenjacht. En toen moest ik met de vrouwen van mijn man zijn werk, vossenjacht. Oh, dat werd niks natuurlijk. Nou, en toen ben ik zo ziek geworden. Ik moest gewoon overgeven van de spanning. De spanning, dat ze erachter zouden komen. Dat ze erachter zouden komen. En toen ben ik echt naar de auto gegaan. En toen heb ik gezegd, doen jullie dit maar. Dus samenvattend, het ergste was de onzekerheid, de spanning. De spanning. Maar, en daardoor, omdat u dus ook nog ziek van werd, de schaamte. De schaamte, de enorme schaamte. Ik vind op het moment schrijven moeilijker dan lezen. Lezen maar het schrijven is moeilijker? Ja, vooral met de woorden, waar dat allemaal uitkomt. Uh-huh. Dat vind ik weer moeilijk. Maar het gaat wel, hè? Het gaat wel, het lukt wel. Ja, hiermee toch gedaan. Wat vindt u het moeilijkste, mevrouw? Ook schrijven, ja. Het lezen hebt u wel onder de knie? Het lezen heb ik wel onder de knie, ja. Sommige woorden is wel heel moeilijk, maar dan stukje bij stukje dan gaat wel weer. Maar als u zegt schrijven, dat is wat moeilijk, waar moet ik dan aan denken? Aan de letters of aan de woorden of aan de combinatie van woorden? Nou, het spreken is heel belangrijk. Als je niet goed kan spreken, dan kun je ook niet schrijven. Als je laaggeletterd bent, is dat van grote invloed op je leven. Zeker als je partner het lezen en schrijven langdurig van je heeft overgenomen. Want veronderstel dat hij of zij dan plotseling wegvalt. Wat dan? Het overkwam de heer Schlepper. Zijn vrouw overleed en dat maakte het verdriet nog groter, want nu moest hij zelf formulieren gaan invullen, brieven lezen en ook schrijven. Zijn vrouw kon dat niet meer voor hem doen. Bij u ontstond het probleem toen u uw vrouw verloor? Ja, ik heb mijn vrouw verloren, dat is 2 jaar geleden nog. En toen ontdekte u eigenlijk pas wat het probleem was? Ja, voor die tijd, mijn dochter heeft me opgegeven om naar de cursus te gaan. Ja. Maar voor de tijd deed uw vrouw alles? Mijn vrouw deed alles, ja. Dus dat was een hard gelag, want toen stond u er alleen voor en toen kwam u dat probleem tegen eigenlijk. Ja, ja. Hoe moet dat nu verder als het echt noodzakelijk is dat je het toch allemaal zelf moet doen, lezen en schrijven? Hoe leer je dat als je het gevoel hebt dat het vroeger ook al niet lukte? En hoe stap je over die drempel heen om je te melden voor zo'n cursus bij het ROC van Twente? Het is heel erg moeilijk om de mensen over die drempel te krijgen. Maar als ze één keer over de drempel zijn, dan kun je echt ja, zeggen dat 95% tot 98% gewoon tevreden is. En heel blij is dat ze de stap genomen hebben. Maar nu die drempel, want dat is het allermoeilijkste. Ja. Hoe krijg je mensen over die drempel? Hoe krijg je iemand zover, die vol schaamte ook zit, die het van zichzelf natuurlijk weet dat hij problemen heeft met het lezen en schrijven. Ja. Hoe krijg je iemand zover om naar school te gaan? Ja. Bijna.